Ik dacht, YOLO waterpolo, ik ga mijn camera op mijn hoofd zetten, eigenlijk gewoon alles filmen wat ik doe in een dag. De nutteloze en de gewone random fucked up dingen. Het ziet er fucking random uit, maar ik kan wel cool dingen in first person filmen. Zoals ja, de nutteloze dingen, ik die mijn buik vol stop met eten. En ik die vlees snij en het dan ook gewoon vervolgens in mijn mond stop. En ik die nog allemaal andere nutteloze dingen doe. Maar het ziet er wel epic uit. En dat gewoon door een gorillapot op mijn hoofd te zetten. Ik vind dat er eigenlijk gewoon fucking belachelijk uitziet. Maar oké, je kan er wel hilarische dingen mee filmen. En ik denk als ik dit ga doen op openbare plekken. Dat reactie filmen van mensen die mij zien lopen. Met random dingen op mijn hoofd ook wel grappig is. Dus dames en heren, laten we de video beginnen. Doe zeker een duimpje omhoog. Let's go. Maar het ziet er echt fucking belachelijk uit en het is echt fucking nutteloos. Dus dames en heren, wij gaan Black Ops 3 spelen. Alweer een leugen, dames en heren. Zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Veel duimpjes omhoog zijn super vet. Veel motivatie, heel veel zin in. Ook heb ik een nieuwe foto op Instagram gezet voor de mensen die de foto nog niet hebben gezien. Like de foto ook even. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go. YouTube, Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Welkom, welkom, welkom bij deze mooie maandagmiddag na school. En maandag is ook een kutdag, maar oké. Vandaag zijn jullie hier om jullie te amuseren en om te lachen, denk ik. Ik ga een heel raar onderwerp met jullie bespreken. Eigenlijk een onderwerp die ik al eens heb gedaan op mijn kanaal, maar ik heb die video offline gehaald. Sommige mensen weten waarschijnlijk al over wat het gaat. Oh my god. Het is een onderwerp waar heel veel vragen naar is geweest, omdat die video pittig viral is gegaan. Maar ik heb die video verwijderd, omdat ik toen geforceerd was om die video te maken. En ik had liever eens die video op een andere leukere manier gemaakt. Alweer een leugen. Het is een heel rare titel waar een heel lang verhaal achter zit. Ik ga jullie eerst vertellen dat ik Netflix heb gekocht. Dus nu kan ik Netflix en chillen met jullie. Mensen die geïnteresseerd zijn in Netflix en chill, laat zeker jullie berichten in de comments achter waarom jullie willen Netflix en chillen. Oké, nu even serieus. Laat in de comments weten waarom ik met jou moet Netflix en chillen. Ik ga daar een video over maken. Dus laat in de comments jouw reden achter waarom ik met jou zou moeten Netflix en chillen. Oké, let's go. Alweer een leugen. Wat wil ik in deze video duidelijk maken. Na de squad breakup is er heel veel door mijn hoofd gegaan en zijn er heel veel dingen veranderd. Er zijn heel veel dingen veranderd gewoon in mijn manier van leven. Na die heftige ruzie die enorm uit de hand is gelopen op YouTube, die enorm uit de hand is gelopen op alle social media, heb ik heel veel dingen eens op een andere manier bekeken. En ik vind geen enemies. Who awesome? Oké, what are you doing? Er zijn heel veel dingen waar ik zelf ook van heb gezegd van die dingen moeten veranderen, anders gaat het nooit goed komen. En ik heb eigenlijk een beetje mezelf ontdekt door die ruzie. Ik ga niet zeggen dat er heel veel positieve dingen aan die ruzie waren, want ik ben er nog altijd kapot van. Maar ik heb er een lesje uit geleerd en ik denk dat dat het belangrijkste is uit elke ruzie. Als je ooit ruzie maakt met iemand, leer er een les uit. Zorg niet dat het de nutteloosste ruzie ooit was. Zorg niet dat je ruzie maakt om ruzie te maken. Nee, leer er iets uit. Zorg dat het niet nog eens gebeurt. Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen. Dat heb ik heel, heel fucking serieus genomen. Ik wist echt van mezelf, het is heel raar om te zeggen, dat ik heel veel loog. Ja, dat is de verleden tijd van liegen. Dat ik heel veel leugens vertelde aan iedereen. Aan mijn mama, aan mijn papa, aan mijn familie, aan mijn vrienden, aan iedereen. Ook aan leerkrachten, maar ik denk dat een leugen vertellen tegen een leerkracht wel normaal is. Even een heel cliché leugen dat iedereen wel alles als een leerkracht heeft verteld. En Nathan, heb jij je taak mee? Nee, mijn printer was kapot. Oh ja, oké, je moet dat morgen maar geven. Ja, is goed. Want in één dag kan je printer ineens weer werken. Wel medelijden met mensen die dan ineens wel zo eens een printerprobleem hebben en die hun taak echt niet kunnen afdrukken. Maar ik bedoel, dat waren allemaal echt kleine dingen waarover ik begon te liegen tegen mijn ouders. En in het begin was dat zo wel normaal en dan hadden ze daar niks over door. Maar na een tijdje beginnen ze je leugens door te hebben en dan is het minder hapklare koek. Dan krijg je ruzie met je ouders en dan, ja, dan komen alle leugens ineens op één moment tegelijk uit. En dat is het moment waarop je denkt, ah fuck, what the fuck heb ik gedaan? En zo is het dus ook gebeurd bij de squad. Heel veel kleine dingen kut waren. Ja. Ik heb er wel een heel wijze les uit geleerd. En ja, ik ga niet zeggen dat ik er een beter man van ben geworden. Wat eigenlijk wel zo is. Ik heb er een hele wijze les uit geleerd. Het is moeilijk te verwoorden, maar ik probeer altijd in de negatieve dingen iets positiefs te zoeken. En in die weken dat ik helemaal alleen was, heb ik gewoon mezelf ontdekt. Wat heel raar is om te zeggen, maar het is wel zo. Ik heb mijn fouten ingezien en ik heb er iets uit geleerd. Wat zo mooi is, dat ik er iets uit geleerd heb. Iets wat ik voor de rest van mijn leven bij me ga dragen. En dat is daar niks positief is aan de leugen. Het is alleen positief de 5 seconden dat je ze zegt. Want meestal verlegeten de mensen je leugen direct. En heb je gewoon iemand iets wijs gemaakt. En dat is niet cool. Dus als er nog mensen zijn die dat probleem hebben. Die je leugentje verzinnen voor alles zoals mij. Zet het van je af. Stop ermee. Het is veel makkelijker. Oh shit. What the fuck man. Het is veel makkelijker dan dat je denkt. Het is gewoon zo een schakelaar omzetten in je hoofd van. Nu ga ik echt zijn wie ik ben. Nu ga ik echt gewoon Nathan zijn. En niet iemand die ik heb opgemaakt.
gemaakt, zoals Hendrik. Ik had nooit gedacht dat ik dat met jullie ging delen. Het zijn zo echt die dingen die op de diepste bodem van je hart liggen, dat ik dan probeer te delen met jullie. Ja, dat is raar. Ik had nooit gedacht dat ik daar een video over ging maken. Het was pretty juicy. Ik heb het altijd al moeilijk gevonden om daarover te praten. En het is, het is iets dat wel erg gevoelig bij mij ligt. En ik praat er niet zo makkelijk over, maar ik ben heel in de band geraakt met jullie. Jullie zijn echt mijn vrienden, familie geworden. Jullie zijn het grootste deel in mijn leven geworden. Echt een van de dingen die ik het meeste koester. Waar ik het meeste van hou. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik zo persoonlijke dingen met YouTube ging kunnen delen. En daar zo iets in mijn hoofd gewoon zou zeggen van, zijn de mensen die heel veel om jou geven en jij geeft waarschijnlijk ook fucking veel om die mensen, dus ja, vertel er dan gewoon alles aan. En dat doe ik eigenlijk. Heel fucking raar. Het is een van de positieve dingen aan YouTube. Ik ben veel opener geworden tegen mensen die ik niet voor me zie. Dus oh my god, wow shit. Veel opener geworden tegen mensen. En dat, ja, dat is gewoon het YouTube ding. Als ik een spreekwoord moet doen, moet ik er bijna niet meer voor leren. Ik moet gewoon een beetje informatie over iets opzoeken en dan kan ik daar 7 minuten over lullen. I don't know. Iets dat YouTube gewoon in mij heeft gekweekt. Alsof het een parasiet is die zich in mijn hersenen heeft wat gezet. En spreekbeurten voor mij klaarmaakt. En als ik een spreekbeurt aan het maken ben, doe ik gewoon alsof ik een video aan het opnemen ben. En lukt wel heel goed aan de ene kant, want mijn punten van spreekbeurten zijn ja, altijd gewoon de dingen waardoor ik herhalingstoetsen kan ophalen. En kunnen we hier een keel mee maken, waarschijnlijk niet, want er is echt een baggere kut killstreak. And when you go down, en ik snap gewoon niet hoe het komt, maar elke keer als ik een video op wil nemen van Black Ops 3, zit ik heel de tijd in dezelfde fucking lobby en oh shit, en oh shit, we hebben die gekillt. Zit ik heel de tijd in dezelfde lobby en heel de tijd in dezelfde map en er is nooit een verschil, dus ja, dat moet ik fixen. Ik ga nog een keer pakketjes smijten, mijn UAV inkallen en dan kan ik de video afsluiten, want ik zie dat mijn camera zo meteen gaat uitvallen. Dus kerpakketje, val, nu! Wat zit erin? Een Hellstorm missile, wauw. En nu kijk, nu wil ik mijn Hellstorm gebruiken? Oh, en ik kan de map wel zien. Daar zit er een mooie double kill. Ja hoor, double kill, dames en heren. We did it. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash de zekere duimpje omhoog. Bij veel duimpjes omhoog. Zou het gewoon super awesome zijn. Ik ben Acid. Ik ga nog even gewoon mijn pijl en boog erbij nemen. En misschien nog proberen een final kill te nemen. Als dat lukt. Hallo? 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 Is there an enemy around here? Hallo? Fuck that spell. Adios, bitches. Ja? Yeah? You. Hello. We'll be right back.